de schilderles merk ik dat bij de cursisten soms best wel een dingetje is wat ze willen gaan schilderen. Ze hebben geen inspiratie, zegt ze dan. In een korte video leg ik hier nu uit wat mijn inspiratie voor dit schilderij was. Geweldig blij word ik wanneer ik naar die losse verfstreken van Frans Hals kijk. En naar de kleuren die Rembrandt in zijn zelfportret gebruikt. Graag had ik bij hun op het atelier rondgelopen. En ook hoe ik het geschilderd heb. Met houtskool teken ik het portret. Nu de donkere vormen erin. De onderschilderingen. En voor de opzet van de kraag gebruik ik titaanwit. En de kleuren die ik gebruik, mix ik vooraf in mijn verfboek.